Project Duurzame Rehabilitatie Martin Luther Kingweg vordert. Het rehabilitatieproject van de Martin Luther Kingweg is in volle gang. Dit project loopt vanaf de Meursweg tot en met het Tutlivo-kanaal rechts. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Dalian. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is in deze de opdrachtgever. Het totaalproject is ongeveer 18 kilometer en is in juni 2018 gestart. De werkzaamheden vanaf de Waterhyacinthstraat tot de Mahajan Adinweg zijn in januari 2019 gestart. De planning is om eind april 2019 de eerste asfaltlaag aan te brengen, zegt Maya Rampiare, projectdrager op de afdeling Wegen, sectie Planning, Voorbereiding en Begeleiding van het ministerie. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.